Boven op de Kollenberg, Zitterse Kollenberg, staat de Sint-Rozenkapel. Maar op weg naar die kapel toe staan 7 voetvallen. 7 voetvallen die je de weg wijzen, die je helpen naar dat heiligdommetje. Die 7 voetvallen zijn oude Romeinse tafereeltjes. Maar is er iets van vroeger, is er iets van heel lang geleden of hebben ze nog altijd betekenis? Die weg gaan we vandaag zoeken. Samen op weg naar Pasen. Een voetval, het woord zegt het al, een voetval. Je maakt je klein voor zo'n kapelletje. Maar je kunt niet eeuwig klein blijven. Je zult je weer moeten oprichten, je zult weer moeten gaan opstaan om verder te kunnen. Steeds een klein Pasen bij iedere voetval. We staan nu bij de eerste voetval. Een tafereel wat je eigenlijk niet ziet in de traditionele kruisweg. Jezus in de Hof van Olijven. En hij krijgt daar van een engel, in zijn angst krijgt hij een beker aangereikt. Een beker van het lijden. Hij moet een keuze maken. Neem ik de beker aan of neem ik die beker niet aan? Aannemen betekent lijden. Niet aannemen betekent je weet het niet. Dit tafereel laat ons zien welke keuzes we hebben en dat we altijd een keuze hebben. We kunnen hier vanuit dit tafereel terug naar de markt, een terrasje pikken misschien. We kunnen ook nog die steile berg op naar het hoogtepunt. Jezus weet wat komen gaat. Hij heeft angst. Hij is bang. Hij is doodsbang. Hij is zo bang dat hij zich wendt tot zijn vader. Hij zegt, als het niet hoeft, schuif het dan alsjeblieft aan mij voorbij. Daar wendt hij zich toe. Hebben we dat zelf ook wel eens. Juist als je bang bent, dat we het moeilijk vinden om die keuze te maken en liever zeggen van, nee, laat dat maar iemand anders doen. Of dat is nu niet voor mij. Laat corona maar aan mij voorbij gaan. Laat de ziekte maar aan mij voorbij gaan. En vervolgens zegt hij wel in die moeilijke keuze van, maar ja, niet wat ik wil, maar wat u wil is belangrijk. Waarmee we eigenlijk ook weten dat vaak wat ons overkomt, of de moeilijke keuze die we moeten maken, vaak een onderdeel is van een groter geheel. En als we zien in welk groter geheel dat past, dan kunnen we ons misschien beter neerleggen bij een keuze die we moeten maken, de beste keuze. Maar dat is wel moeilijk. De tweede voetval, daar komt Jezus voor Caiaphas. Een leider, een religieus leider, maar wel iemand van zijn eigen volk. Iemand van je eigen volk, iemand uit je eigen omgeving, die eigenlijk zegt van, je doet er niet toe. Wat doet het met je? Jezus dacht, Caiaphas, die zal het toch wel begrijpen. Dat is een leider, die heeft ervoor gestudeerd. Die weet wat het is om moeilijke beslissingen te nemen, ook voor zijn eigen mensen. Maar nee, Caiaphas durft niet de beslissing te nemen die hij moet nemen. En schuift het eigenlijk af. Hij zegt, ga maar naar de Romeinse overheid. Normaal willen ze altijd alles voor het, zelf voor het zeggen hebben. Maar nee, bij deze moeilijke beslissing schuift hij het gewoon af. En Jezus moet door naar Pilatus. Hoe vaak schuiven we zelf wel eens een moeilijke beslissing af? Voor iemand in je gezin, of op je werk, of bij vrienden. Hoe vaak zeggen we, ja, laat iemand anders dat maar beslissen. Misschien dit een mooi moment is om hierbij stil te staan. Om straks na Pasen die moeilijke beslissing voor onze vrienden, voor onze familieleden wel te nemen. De derde voetval is waar Jezus voor Pilatus wordt geleid. Een vreemde heerser, iemand van ver van buitenaf. Dat komen we ook tegen, hè? Iemand van buitenaf, iemand die de baas wil spelen, of iemand uit een andere cultuur, iemand met een andere denkwijze. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je ermee om als er iemand iets zegt wat niet binnen jouw eigen denkwijze valt?
Ik denk dat wij allemaal ons eigen pad bewandelen op onze eigen manier. En dat daar niet per se een goed of een fout in is. En ja, goed, we komen daar in allerlei dingen tegen waarvan wij denk ik niet altijd willen dat ze gaan zoals ze gaan. Of je daar nu wel of geen invloed op hebt. Ja, vooral naar mezelf kijken, bij mezelf gaan van wat kan ik doen en waar haal ik zeg maar wel of niet mijn geluk uit. Maar ik denk dat het ook gewoon heel erg belangrijk is dat je de hulp vraagt van anderen. En dat je vooral moet weten dat je, als er iets gebeurt, zeg maar, dat niet gaat zoals jij wil dat het gaat, dat je dan ook weet dat je gewoon hulp kunt vragen en dat je niet alleen staat. Dat is wel een gevoel wat ik vaker zie en wat ik wel eens ervaar, dat je toch je misschien eenzaam voelt op een bepaald pad. En dan is het naar mijn idee wel heel belangrijk om hulp te vragen van anderen en te weten dat je niet alleen bent. De vierde voetval wordt Jezus vreselijk gegezeld. Voordat hij ter dood wordt gebracht, wordt hij ook een keer gegezeld. Hij wordt gemarteld. Hij kan er niks aan doen. Hij moet het ondergaan. Kun je altijd alles ondergaan? Kun je pijn zomaar ondergaan? Lukt dat? Ik ben vroeger veel gepest op school. In elkaar geslagen was een routine voor mij. Mijn vader heeft mij een knikker meegegeven. En die had ik toen in mijn zak. Natuurlijk kon ik al die mensen niet van me afweren. En het deed pijn. En elke dag was opnieuw hetzelfde ritueel. Maar door die knikker vast te kunnen houden, wist ik dat ik niet alleen was. En dat zorgde ervoor dat ik het toch enigszins kon doorstaan. En gelukkig zijn we na 4 jaar ook weer verhuisd. En toen was het verleden. Weer zijn we in de Hof van de Lijven. En zitter zeggen we, het leveert de Hufke. Weer hetzelfde tafereel waar we mee begonnen. Jezus zit in de Hof van de Lijven en krijgt een beker aangereikt door een engel. De beker van het lijden. Opnieuw weer een keuze maken. Is een eerdere keuze ongedaan te maken? Is er een tweede kans mogelijk? Ja, een tweede kans is mogelijk omdat als je jezelf niet ziet of niet pakt, ja, dan blijf je in het verleden. Gelukkig zijn bij mij wel vaker kansen voorgekomen dat ik het opnieuw mag doen. En uit die kansen heb ik veel geleerd uit het verleden. En die nieuwe kansen moet ik wel zien. Ik moet ervoor vechten. Ik moet zeker niet blijven verliezen in het verleden, denk ik, maar aan mezelf en vooruit blijven denken. En deze kans ook oppakken. Terugkeren is vaak geen optie voor mij. Maar zeker heb ik geleerd uit verkeerde keuzes en uit het lijden uit het verleden. Natuurlijk hebben we dat allemaal meegemaakt. Verkeerde beroepskeuze, gepest op school. En uiteindelijk het lijden zorgt ervoor dat het iets positiefs kan worden op een gegeven moment. Ja, mij is het gelukt om door mezelf te blijven. En natuurlijk ook in mezelf te blijven geloven. Dat ik dingen kan en dat ik er wel toe doe. De vijfde voetval, daar beklimt Jezus de Calvarieberg. Een berg omhoog, net zoals wij hier die berg omhoog lopen, een hele steile berg, moet Jezus het ook. Na zijn veroordeling, na zijn gezeling, krijgt hij een loodzwaar kruis op zijn rug. En iedereen heeft wel eens zijn kruis. De een wat kleiner, de ander wat groter, maar een kruis zullen we altijd wel een keer meedragen. Ondergaan we dat? En hoe ondergaan we dat? Binnen ons gezin hebben wij zelf ook het een en ander meegemaakt. Zo heeft mijn moeder in het verleden door daar de herseninfarct gehad. Wat natuurlijk ook wel een impact heeft gehad binnen ons gezin. Daar is gelukkig wel heel erg sterk uitgekomen. Dus daar zijn we wel natuurlijk onwijs blij mee. Ja, als ik kijk, bijvoorbeeld mijn vader is 6,5 jaar geleden overleden aan kanker. Ja, dat heeft er binnen ons gezin, maar ook als ik dan naar mij persoonlijk kijk, ontzettend ingehakt. En ik kan
jullie wel vertellen dat ik echt heel lang heb gedacht van, er komt echt geen moment meer in mijn leven dat ik nog eens ga lachen of dat ik vrolijk ben of dat ik een positief iets ga zien. Maar ja, goed, dat is gelukkig wel gebeurd. Dus daar ben ik ook mede de mensen om mij heen en mijn gezinsleden natuurlijk heel erg dankbaar voor. Dus ik dacht dat ik echt nooit meer kon lachen. Ja, dat maakt het wel dat het kruis dat je draagt, zeg maar, net als hier, dat je dat niet alleen hoeft te dragen. En hoe eenzaam het soms ook kan voelen, omdat je zeg maar de hoofddrager bent, is het echt ontzettend fijn dat je heel veel mensen om je heen kunt hebben of een aantal die jou helpen om dat mee te dragen en het wat makkelijker zeg maar het leven mee in te laten gaan. Is het er helemaal voor niets geweest? En we hebben het allemaal wel een keer. Dat we iets hebben gedaan, iets hebben moeten ondergaan. We worden ziek. Verdriet, pijn. Heeft het dan wel zin? Wat is de zin ervan? Is het allemaal zinloos? Vlak voordat Jezus sterft, roept hij naar zijn vader. Vader, vader, waarom heeft u mij verlaten? Soms voelen we ons ook wel eens verlaten. Door alles en iedereen. Verlaten door elkaar, verlaten door God, verlaten door alles. Deze tijd van corona. Als u heel erg ziek bent. Als iemand in onze omgeving sterft. Waarom voelen we ons dan verlaten? Waarom zijn we verlaten? Worden we verlaten? Gelukkig weten we hoe dit verhaal afloopt. Namelijk dat uiteindelijk we helemaal niet verlaten zijn, maar op die moeilijkste momenten er altijd iemand is die ons draagt. Ook al hebben we dat niet gelijk in de gaten. En dat verhaal van hoop halen we uit dit trieste verhaal van de kruisiging van Jezus. Dat we niet bij alles kunnen verklaren wat, waarom, precies op welk moment gebeurt. Dat is iets, daar moeten we ons bij neerleggen. Daar is ons menselijk brein veel te klein voor. En de wereld veel te mooi. Vroeger stonden de voetvallen aan weerszijden van de weg. Dat betekende dat je, als je je weg ging, om je heen moest kijken op de weg waar je naartoe ging. Goed om je heen kijken. Nu staan alle voetvallen aan één kant van de Kollenberg. Maar één sokkel van die oude voetvallen, die is er nog. Hier staat hij. Wat heb je nou aan een lege sokkel? Ik denk zelf heel veel. Want de sokkel staat er en je kunt er je eigen monument op zetten. Je kunt er je eigen invulling aan geven. Je eigen verbeelding op loslaten. Verdriet. Dingen die misschien niet zo lekker lopen in je leven. Maar ook je dromen, je toekomst. Dat wat je wil. Daarvoor is dit basement, is deze sokkel er al. Voor jouw nieuwe toekomst. Voor jouw eigen monument. Voor mij betekent deze lege sokkel eigenlijk dat je van helemaal niets wel iets kunt maken. En dat je op ieder moment van de dag zelf zeg maar de beslissing kunt maken om je leven bijvoorbeeld helemaal drastisch om te gooien. Of juist een hele kleine beslissing te nemen of verandering te maken. Of het gewoon lekker steady te laten. Ik denk dat voor mij deze lege sokkel heel erg weergeeft. Dat je zelf invulling kunt geven en mag geven in je eigen leven. In de zevende voetval wordt Jezus in het graf gelegd. Hij is gestorven. Hij wordt in een graf gelegd, in een uitgehouwen rots. En daar lig je dan. Is dan alles voorbij? We weten en we kennen het verhaal dat niet alles voorbij is. Nee, soms moet je iets de tijd kunnen geven. Laat het even rusten. Dan zal vanzelf wel iets nieuws kunnen komen. Heb je voor jezelf een beeld wat een nieuwe perspectief zou kunnen zijn?
Ja, voor mij betekent dit wel de tijd nemen of de tijd, het tijd geven, zeg maar. Ik denk dat, dat jullie nu allemaal kunnen zien met het coronavirus, dat zeg maar 2 weken, vaak maanden duren. Dat je dat gevoel hebt dat dat maanden duurt. En ik denk dat dat voor heel veel zaken in het leven zijn, dat je heel vaak ergens op moet wachten. Bijvoorbeeld een uitslag van de dokter, een examenonderzoek, een antwoord van iemand die je liefhebt bijvoorbeeld. Dat heel vaak heel lang kan duren en dat de manier waarop je daar mee omgaat altijd anders kan zijn. We liepen samen de Kollenberg op. Langs oude monumentjes, religieuze monumentjes, zagen we toch het dagelijkse leven. Oude verhalen die vandaag ook voor ons zichzelf een betekenis kunnen hebben. Verdriet, maar vooral ook hoop voor een nieuwe tijd. Zalig Pasen.